stootplaten zijn in de loop der tijd ernstig verzakt. Kun je ook zien, liggen in een hele steile helling erin. Het zand waar de stootplaten normaal gesproken op rusten, is gaan verzakken. Onder de stootplaten zit een hoop holle ruimte. Hij rust alleen nog aan het eind rust hij op een zandbed. En daaronder ja, rust hij alleen hier voorop. En verder is het gewoon allemaal loze ruimte. En wat we met deze actie gaan doen is dat we de stootplaten eruit halen. Het zand weer opnieuw op hoogte maken. Om de stootplaten er weer vlak in te leggen. Waar ik nu dus sta, daar zie je dat hier een ijzeren pen, dat noemen we een dook, die uit het kunstwerk komt. Die de stootplaat dus op zijn plek houdt. In de stootplaten zit een rond gat die precies om die dook heen valt om te voorkomen dat de stootplaat van het kunstwerk afschuift. Kijk aan de onderkant, daar zie je het gat zitten. Het verwijderen van stootplaten, dan voordat we ze verwijderen geven we ze altijd even een nummer, zodat we ook weten welke stootplaat op welke plek ligt of heeft gelegen, zodat straks de puzzelstukjes weer op de goede plek liggen. Ja, je ziet wel, normaal gesproken dan zitten hier van die ogen aan. Dan kun je de stootplaten makkelijker oppakken. Maar die worden altijd platgeslagen op het moment dat je hier doek overheen maakt. Hier moet je doek overheen maken om te voorkomen dat het zand hier tussendoor gaat spoelen. En dan slaan ze altijd die pennen plat, die ogen.